Bart en ook op mijn beurt. Goedemorgen, dames en heren. In het programmaboekje van dit jaar staat naast mijn woordje een foto van een naakte vrouw. En de organisatoren vroegen bij de opmaak van of dat ik het wel oké vond dat die foto daar stond. Ja, uiteraard, natuurlijk. Want daarover gaat natuurlijk ook het Queer Arts Festival. Mensen die zich soms in de schaduw van onze samenleving bevinden, soms uit eigen beweging, soms uit schrik, soms ook uit het niet kunnen, het niet mogen in het eigen land van herkomst. Allemaal redenen waarom dat af en toe mensen net iets meer in de schaduw staan. En tijdens dit festival willen we die lichten wel op hen richten. En het is natuurlijk een basisrecht, en dat weten wij hier allemaal, het is een basisrecht om de identiteit die je hebt ten volle te kunnen beleven. Hoe complex, hoe diffuus, hoe divers je eigen identiteit ook is. En dat lijkt evident, maar voor heel veel mensen is dat nog niet. En daarom willen wij, moeten wij hiervoor aandacht blijven vragen. En natuurlijk ook voor de uitdagingen van de LGBTQ-gemeenschap. Ook in onze stad. Het is natuurlijk heel fijn dat die kleuren van de regenboog op dit moment omnipresent zijn in de stad. En dat we dat nog met veel meer verve zullen doen tijdens de Pride en tijdens de 5e editie ondertussen al van het Queer Arts Festival. Maar het mag nog altijd wel een beetje meer zijn. Maar vandaag het Queer Arts Festival dat wij met heel veel trots ook wel aan jullie voorstellen, want het festival is wat mij betreft ontzettend belangrijk. U zal het van mij aannemen dat ik stel dat kunst niet in hokjes denkt, maar eerder omgekeerd het hokjesdenken en die hokjes ook af en toe zelf kan doorbreken. En dat proberen we te doen op een heel diverse manier met heel veel kunstenaars uit heel veel diverse disciplines. Onder andere onze stadsdichter Moos van Aouwaert, die speelt of die laat ons het spelletje dat we eigenlijk allemaal wel kennen. Wie is het spelen? Maar ze gebruikt niet zoals wij dat kennen, die bordkartonnetjes met ventjes en vrouwtjes daarop. En je kan de identiteit achterhalen of weten wie dat het is door simpele ja en nee vragen. Maar zij gaat aan de slag met 20 persoonlijke verhalen van mensen die zich niet zomaar in één hokje laten duwen. Of er is een andere kunstenaar waar dat ik best wel naar uitkijk. Dat is de Amerikaanse rapper Leaf. En hij sloopt een beetje het klassieke beeld dat we hebben van rappers, alsof dat het allemaal die macho's zouden zijn, verzot op vrouwen, geweld en macht en geld. Leaf bewijst eigenlijk helemaal het tegendeel. Hij is zwart, hij is de zoon van een alleenstaande moeder en gay. En daarmee is hij waarschijnlijk in de rapperswereld ook wel een rolmodel. En hij treedt op in het Felix Pakhuis, denk ik. Het merendeel van de kunstenaars die deelnemen aan het Queer Arts Festival zijn gewoon steengoede kunstenaars. Die toevallig ook gay, lesbisch, queer zijn. En die seksuele geaardheid is slechts een klein onderdeeltje van wie dat zij zijn, van hun identiteit. Maar toch leggen ze tijdens het festival net daar de nadruk op. Niet voor zichzelf, of toch niet allemaal voor zichzelf, maar wel omdat het voor vele anderen nog wel belangrijk is om daar die aandacht op te vestigen. En ik vind dat best wel moedig en mooi. En bij deze al een dikke merci en proficiat aan al die deelnemers van het Queer Art Festival. En we zijn bijzonder trots, ik zei het al, dat die 5e editie van het Queer Arts Festival ondertussen zo hard ook wel verankerd is in deze stad. En dat maakt ook dat er heel veel partners ondertussen ook wel betrokken zijn. En ik vernoem er een paar, zoals de Galerie Verbeek van Dijk, maar ook Cinema Cartoons en het MAS. Doet tijdens de museumnacht ook mee, want dan zal het nieuwe stadsgedicht van onze stadsdichter daar onthuld worden. De rest van het programma dan laat ik over aan Marcia om straks toe te lichten. Maar wat wel ook dit jaar nieuw is, dat we de Twitter-account van een aantal Instagram-account van een aantal musea uit handen geven. Het zijn het Modemuseum, het Fotomuseum, het MUCA, het KMSKA en de Biep Vermeeke, die het volle vertrouwen geven om daar op een goede manier mee om te gaan. Nieuw is ook dat er een eigen uitvalsbasis zal zijn in het Stadsmagazijn, maar daar vertelt Frans straks ook wel wat meer over. En dus
rest er mij eigenlijk alleen maar om een van de andere curatoren van het Queer Arts Festival te citeren. En dat is Gregory Frateur. Gregory zei ooit: kunst ons een slip in de face moet geven, waardoor we de wereld anders gaan bekijken. Ik denk dat deze editie van het Queer Arts Festival dat ongetwijfeld weer zal doen. Waarvoor dank.